Hey, ontzettend leuk dat je bekijkt. Welke tips zal ik vandaag weer eens geven? Ik heb natuurlijk dat ik nu allemaal presentatietips wil doen. En wie ik nu heb uitgekozen is Amanda Gorman. Amanda Gorman is de jonge dame, 22 jaar, die bij de inauguratie van Joe Biden een gedicht voordroeg. En wat deed ze dat prachtig. Ik heb de tip gekregen van Yvonne Bosma, een collega van mij, hele goede tekstschrijver. En zij was ook onder de indruk. Ze zei, maar zij doet ook iets met gebaren. Daar moet je even op letten. En ik heb gekeken en ik moet zeggen, fantastisch. Ik denk niet dat je zoiets zo snel na kan doen. Dat vergt echt wel jaren van oefening, jaren van in de spotlight staan, jaren van trainen, hoe doe ik het goed. Maar ook de taal die zij gebruikt, haar gedicht. Ja, ik vond het een soort van rap bijna. Dus dat vond ik ook wel heel mooi kloppen bij alles wat er gebeurde. Dat het ritme, de binnenrijm. En ze maakte gewoon een prachtig verhaal van hoe mensen uit een donkere tijd naar het licht gaan. Tops heb ik dus opgeschreven in mijn blog, ook 3. Omdat ik vind dat ze het zo geweldig heeft gedaan. En dan denk je natuurlijk van, ja, zijn er dan nog wel tips als iemand al zo goed is? Want die heeft veel getraind, veel geoefend. Maar toch zijn er altijd wel tips. En dat vind ik dan weer leuk om te doen, om te kijken van wat voor tips zou ik dan geven? En mijn eerste tip is een rustige cadans van spreken. Doet ze heel goed. Hè? Ze doet het hele gedicht met een soort van rust en vanzelfsprekendheid die goed overkomt. En waardoor je haar goed kan volgen. Maar er zijn bepaalde momenten in haar voordracht waarin ze sneller gaat. En op dat moment, terwijl een gedicht natuurlijk met heel veel metaforen zijn, is het soms lastiger voor het publiek om echt goed te volgen wat de beelden nou precies zijn, wat ze nou precies vertelt. Dus mijn tip zou dan zijn, hou die rustige cadans vol. En denk eraan dat je publiek tijd heeft om hetgene wat jij zegt in zich op te nemen en daar zelf een plaatje bij te vormen. En zeker zo'n groot, lang gedicht met heel veel goede inhoud, maar ook heel veel beelden en iets wat je uit jezelf moet voorstellen, dan is die rustige cadans heel belangrijk. Dus niet versnellen, maar gewoon die rustige cadans blijven doen. Dus dat is tip 1. Dan heb ik tip 2 en dat zijn de gebaren. Ik vind het heel mooi hoe zij met de gebaren haar gedicht ondersteunt. De gebaren van bridges, van descending en rise. Dus dat ze dat echt gebruikt om haar woorden en haar beelden te versterken. Nou ja, dat is natuurlijk mijn expertise, dat je ook doeltreffende gebaren gebruikt als je aan het spreken bent. En dat doet ze heel goed. Het jammer is alleen dat ze niet de ruimte heeft om dat te doen. Ik heb ook gezien dat ze zo in een camerabeeld gevangen is dat je niet eens haar gebaren ziet. Die zitten dan hier buiten beeld, wat heel erg jammer is. En ja, er zit ook nog zo'n tafel voor haar en microfoons waar zij boven en omheen haar gebaren moet maken. Had zij misschien een headset gebruikt? En was het misschien een scherm geweest waarop zij haar gedicht had kunnen lezen? Ja, daar heb je wel wat meer techniek nodig misschien. Maar dan had ze kunnen staan. En dan had alles los geweest en open. En dan had ze nog beter haar gebaren groter en mooier kunnen en vloeiender kunnen laten verlopen. Dus die gebaren zijn prachtig. De situatie is misschien wat jammer geweest dat het niet wat ruimer was om die gebaren echt goed tot z'n recht te laten komen. En dat is dan een technisch stukje van een voordracht of een presentatie. Dat je weet van ja, hoe ga ik staan en wat ga ik doen en hoe kan ik de situatie creëren die helemaal ideaal is voor mij. Altijd heel belangrijk om over na te denken. En tenslotte de derde tip. De derde tip is het einde. Het einde waarop zij het zegt van, let's go into the light and to be it, zegt ze dan. Heel snel, kort 3 woordjes, to be it.
En dan gaat ze ook in intonatie gaat ze naar beneden. En dat is heel erg jammer. Ik had daar net even iets meer rust gewild. Dat ze zei, to be it, to be it. Iets dat de intonatie gelijk blijft. Dat de rust blijft, to be it. In plaats van to be it. Hoor je het verschil? Het zijn soms kleine dingetjes, maar de indruk die het nalaat is dan net even wat effectiever. En ik denk dat dat einde net even wat effectiever zou kunnen zijn. Want het gaat erom dat jij het doet. Dat jij het bent, to be it. En dat zij spreekt dus iedereen aan, de hele wereld, om zo te kijken naar de toekomst. En het zelf te zijn. Nou ja, dan denk ik dat die laatste drie woorden zo belangrijk zijn dat daar heel veel rust en nadruk aangegeven moet worden. En dat is mijn laatste tip. Ik hoop dat je weer genoten hebt. Lees mijn blog voor de rest. Als je nog zelf iemand weet waarvan je denkt, hey, je mag die wel eventjes tips geven. Een bekend iemand lijkt me superleuk om te doen. Dus geef mij dan die tip. Wie zal ik nu tips geven in zijn presentatie of in haar presentatie? Dus, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en tot ziens. Doei!